De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. De belofte waar de heer Wilders net mee afsloot, namelijk dat hij ooit nog premier van dit land hoopt te worden, is wat mij betreft geen belofte, maar een dreigement. En voorzitter, in de afgelopen periode hebben de heer Wilders gezien voor de camera's die hard afgaf op zijn collega-onderhandelaars. Hij vond het feit dat hij geen premier mag worden, vond hij onrechtstatelijk, vond hij ondemocratisch, onbegrijpelijk. En voorzitter, in plaats van de heer Wilders die afgeeft op anderen, want zo kennen wij hem, zou ik aan de heer Wilders vragen wat zelfreflectie toe te passen. Waar ligt dat nou aan? Dat zijn collega-onderhandelaars, dat zij het niet zien zitten dat hij premier wordt. Dat zij eigenlijk inzien dat de heer Wilders niet de competenties heeft om premier te zijn van Nederland. Waar ligt dat nou aan volgens de heer Wilders? Nou, voorzitter, ook die vraag ga ik niet beantwoorden. Die zult u aan de collega's zelf moeten stellen. Maar het antwoord is formeel natuurlijk dat wij met z'n allen hebben besloten om in een extra parlementair programma, heet het nu, kabinet te gaan zitten. En dat het besluit is dat alle vier de partijen in de Kamer, alle vier de partijleiders in de Kamer zijn gaan zitten. Dat is het formele besluit. Maar omdat, nadat wij dinsdag uit de onderhandelingen kwamen, woensdag in één keer om 1:06 s'avonds in de media werd gelekt, een Algemeen Dagblad, NOS, dat de meerderheid, of eigenlijk dat iedereen aan tafel zou hebben gezegd dat ik afstand moest nemen van het premierschap voordat we verder konden praten, wat een aperte onwaarheid is. Daarom heb ik meteen gereageerd en gezegd, nou dat lek, ik weet niet van wie het komt, maar dat lek klopt niet, want het is niet zo als in de media staat. Ik heb inderdaad gezegd, ik wil premier worden in ieder scenario, wat voor variant en welk kabinet dan ook. Want me dunkt, als je de grootste partij wordt met zo'n afstand als dat wij het zijn. Ja, ik kan me niet eerder voorstellen, ik geloof dat het 1912 was of zo, dat een politiek leider van de grootste partij, een winnaar, die meedoet aan een regeringscombinatie, dat die niet de premier wordt. Nou, formeel is de reden, we gaan met z'n allen in de Kamer zitten om dat wij dat vinden, horen bij een programmakabinet. En dat is ook zo. Daar heb ik ook mijn handtekening onder gezet. Dus daar loop ik ook niet voor weg. Alleen door dat lek, wat net leek alsof iedereen zei, hij moet het nu opgeven, anders praten we niet verder. Ja, dat kon ik niet laten passeren. Dus heb ik gezegd, dat klopt niet. Dat is niet zo. Want ik vind niet alleen dat ik het wel moet worden, maar het is anders gegaan aan die tafel, weet u. Het was niet zo dat iedereen vond dat ik dat niet kan worden. En wat de overwegingen van de mensen zijn, die ga ik hier niet vertellen. Die moeten ze zelf maar vragen. Ja, voorzitter. In deze reactie bewijst de heer Wilders wat mij betreft eens te meer waarom hij inderdaad geen premier kan zijn van dit land. Want A, hij wil het niet zeggen. En B, het blijft alleen maar het mantra herhalen dat hij het zou moeten worden. Zeker. Voorzitter, maar waar is nou die zelfreflectie van de heer Wilders? Voorzitter, is het feit dat andere politieke partijen de heer Wilders niet zien zitten als premier, heeft dat misschien te maken met zijn opstelling in de afgelopen periode? Tijdens de vorige formatieronde heeft dat te maken met het feit dat hij al decennia lang onrechtstatelijke zaken roept in dit huis. Meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims wil discrimineren. Voorzitter, waar ligt dat nou aan dat andere politieke partijen Geert Wilders incompetent vinden als premier? Toon eens wat zelfreflectie en kom eens uit die slachtofferrol, vraag ik aan de heer Wilders. Nee, voorzitter, ik zou de beste premier van Nederland zijn. Ik ben ervan overtuigd. En als u van anderen wil horen wat zij ervan vinden, moet u dat echt aan die andere vragen, niet aan mij. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter,